Ben jij wel eens van de mat gestuurd? Heeft de scheidsrechter wel eens gezegd, jij mag niet meer judo? Ja, best vaak. Best vaak? Al ben jij zo stout? Nou, nee, want ik snap het eigenlijk helemaal niet. Oké, Ruud. Je hebt niet je... Nou, de zorg is dat het heel moeilijk is aan de ene kant voor kinderen om te begrijpen wat er precies op de mat gebeurt. Er wordt heel veel gestraft in het judo. Je mag niet in de mouw pakken. Maar als een kind aan het bezig is met een pakkinggevecht en ze pakken per ongeluk in die mouw, gaat het dan uit, krijgen ze meteen een straf. Nou, dat kan je bij de kinderen van 6, 7 jaar niet doen. Het is onbegrijpbaar dat ze als ze per ongeluk buiten een mat stappen of per ongeluk in een mouw pakken of een worp maken waar ze op een knie vallen en dan wel iets echt proberen, een straf daarvoor krijgen. Ben jij wel eens bestraft? Ja. Snapte je wel dat je die straf kreeg? Eigenlijk niet, want ik pakte een beetje hier zo en dan zegt hij dat ik een straf krijg. Ik kreeg wel een straf op de Noord-Hollandse kampioenschappen, dus door die straf werd ik niet derde. Je moet ook wel streng zijn, want anders dan wordt het natuurlijk, ja, dan wordt er veel toegelaten. Ja, ja, ja. Maar het is wel een beetje heel streng. Ik word wel van de mat gestuurd. Wat vind je daarvan dat je dat kreeg? Ja, dat vind ik wel een beetje oneerlijk, want ik vind dat ze wel iets minder streng zijn. Ik had eigenlijk allemaal potjes gewonnen, dus ik vond dat niet zo leuk, want ik was eerste eigenlijk. Daar ligt een hele belangrijke taak en rol bij de judobond weggelegd om het te veranderen. Die hebben ook meteen gereageerd dat ze dit een superbelangrijk item vinden en ook naar Haarlem willen komen om met ons daarover te praten. Dus er is nog hoop, Ruud. Er is nog heel veel hoop en ik mag hopen dat heel veel kinderen gaan judoën en blijven judoën. En Matthijs!